voorheen in de coronaperiode heb ik heel veel online besteld. Maar tegenwoordig merk ik toch wel dat ik het fijner vind om toch echt naar een winkel te gaan. Om te kunnen passen, dat ik ook zeker weet dat het lekker zit. Dat zijn de voordelen van de gewone winkel? Ja, voor mij wel. Gewoon dat ik zeker weet dat ik de kwaliteit juist is. Dat ik gewoon fatsoenlijke kleding heb, dat het ook lekker zit en dat het gewoon goed past. En tijdens de coronaperiode heb je, zoals je zelf zegt, veel meer dingen online besteld. Ik heb nog steeds wel dat als ik naar een winkel ga, dat ik vooraf even kijk van nou, zitten er dingen bij online van die ik leuk vind? Want dan weet ik ook waarvoor ik ga. Maar anders dan ga ik ook gewoon naar een winkel om gewoon te gaan shoppen en gewoon te kijken of er wat leuks tussen zit. Zouden de mensen de traditionele winkels steeds meer moeten steunen? Dat vind ik wel. Maar een heleboel mensen hebben in het verleden online besteld. En dat is ten koste gegaan van heel veel winkeliers. Klopt, maar dat was ook omdat je dan hele lange wachtrijen had voordat je ergens naar binnen kon. En dan was het vaak ook nog uitverkocht. Dus heel veel mensen hebben dus alles gewoon online besteld. Omdat dat veel sneller ging. En dat was inderdaad gewoon gemakzucht. Ja, ik vind het gewoon leuker om gewoon echt naar de winkel te gaan. En alles te zien met mijn eigen ogen dan gewoon op een scherm te zien. Dus ik zou heel graag veel gewoon liever naar een normale winkel gaan. Dan. En waarom vind je dat zo leuk dan, naar een gewone winkel te gaan? Ik hou van shoppen. Ja, zeker. Als ik naar een gewone winkel ga, je kan toch je kleren enzovoort passen. En je hebt ook veel meer fysieke contact met klanten, met medewerkers. Is veel socialer dan online. Heb je wel eens online besteld? Ja, zeker. Het is gemakzucht. Ja. En wat bestelde je dan, als ik zo vrij mag zijn om te vragen? Zeker, vooral veel kleren denk ik. Ik heb pas een kruik gekocht. Het is makkelijk, omdat ik geen tijd had om... Ik was druk bezig met school, dus je hebt geen tijd om echt fysiek naar de winkel te gaan. Maar ik ga liefst wel gewoon fysiek naar een winkel. En als je nou reclame mag maken in een spotje voor de gewone winkel of de webwinkels, wat zou je dan doen? Gewone winkel. Ja, zeker. Ik bestel sowieso eigenlijk niet online. En wat zijn de redenen om naar de traditionele winkel te gaan? Ja, dan kan ik passen, zeg maar. Dan weet ik ook precies. Ja, is ook meer betrouwbaar dan via webshop. En heb je in het verleden wel eens dingen online besteld? Ik bestel niet online. Nee. Wat zijn de kwaliteiten van de gewone winkel? Is wel meestal beter, vind ik. En in welk opzicht? Of in welke opzichten? Qua stof en... Ja, je weet wat je hebt. Ja, dan weet ik gewoon wat ik heb, ja. En op het gebied van adviezen en dergelijke? Ja, dan heb je wel gewoon advies van een medewerker. Specialist. Ja, specialist, ja. En je hebt ook direct contact? Ja, dat ja. Dat is ook veel fijner dan via online. Ja, in de coronatijd hebben we bij een online supermarkt hebben wij onze boodschappen gehaald bij de picknick. Ja. Ik ging altijd al naar de gewone winkel. Ik bestel zelden via het internet. U kent natuurlijk de voordelen van het online winkelen. Ja, en de kosten voor de firma als je terug moet sturen, dat kost mij dan niks. Maar nee, ik vind het niet zo leuk. Kunt u zich voorstellen dat mensen ook online dingen gaan bestellen? Ja, ik kan me wel voorstellen voor mensen die weinig tijd hebben, die het heel makkelijk online kunnen vinden. Dat snap ik, maar ik heb tijd zat. Ja. En mag ik vragen wat u daar dan koopt? Kleding, denk ik, schoenen, alles eigenlijk. Ik hou niet zo van webwinkelen. En wat is daar de reden voor, als omdat ik vragen mag? Omdat ik het eerst wil voelen of zien. Ja, daarom juist. Je zit nu een beetje in een crisis, zeg maar. Iedereen heeft erover en alles wordt wel duurder. Dus je gaat wel bewust kopen, zeg maar, wat je erg nodig hebt. Ja, merkt u dat? Dat de mensen meer de hand op de knip houden? Ja, sowieso. Doen wij ook. Ja. Dat doen wij ook heel bewust. Omdat wij hoeven niet letterlijk ieder dubbeltje om te draaien. Alleen wij doen het nu wel, omdat je ook niet weet wat de toekomst brengt. En wij gaan bijvoorbeeld ook aanbiedingen af. En als ergens de koffie heel goedkoop is, dan slaan wij in bijvoorbeeld. Maar wij merken het ook in onze omgeving. Wat zijn de voordelen van de traditionele winkel? Nou, je ziet mensen, je spreekt mensen, zoals ik nu. En je kunt afspreken met iemand anders om een kopje koffie te gaan drinken of ergens te gaan lunchen. Ja, het is veel gezelliger. Veel gezelliger. Dus u heeft in het verleden zelden of nooit online gewinkeld? Nee. Ik kijk wel eens wat er te koop is. En dan probeer ik een winkel te vinden waar het ook te koop is. Soms is dat nog goedkoper.
Nee, ik online winkel doe ik niet. Ja, de gewone winkel biedt meer service en meer advies. Ja. Dus maak daar gebruik van. Ja. Ja. Als jij nou een reclamespotje zou mogen inspreken van 30 seconden. Ja. Voor de traditionele winkelier. Wat zou je dan zeggen? Oh, dit is lastig. Nou, probeer het eens. Nou, ik denk dat ik voornamelijk dat ik zou zeggen van kom gewoon en pas het eerst voordat je iets koopt. Het scheelt je gewoon heel veel geld. En kijk ook gewoon of je het leuk vindt, gaat passen, zit het lekker, neem het mee. Maar ga niet online al bestellen als je ook nog achteraf moet terugsturen, want dat kost je alleen maar geld. En heb je in het verleden ook wel eens dingen die je online had besteld teruggestuurd? Ja, dat wel. Want dan dacht ik in het begin, oh, die ziet heel leuk uit. En als ik het dan aan had, dan stond het me echt voor geen meter. Dus dan heb ik het teruggestuurd en dat heeft me wel geld gekost. Ja. En wat dacht je toen op dat moment? Shit, had ik maar gepast in een gewone winkel. Ja. Maar ook op naar de zonde? Nou ja, weet je, ik had dan normaal gesproken, als ik dan pas, dan past het gewoon. En dan weet ik ook gelijk of het me staat. En nou ja, online is dat best wel lastig om dat, zeg maar, uit te zoeken. Ja. Maar laat het duidelijk zijn, er zijn ook hele goede webwinkels. Klopt. Waar je specifieke artikelen kunt bestellen en waar je uitstekend wordt geholpen. Dat klopt, dat is zeker waar.